Sinds 2000 worden door het waterschap muskus- en beverratten bestreden. We doen dat om de veiligheid te garanderen. Ja, als je kijkt naar muskusratten die graven gaten in taluds en in dijken. En de beverrat die graaft grotere gaten. Dat kan tot gevolg hebben dat je overstromingen krijgt bij hoogwater. Maar ook dat er gaten ontstaan in het talud, waardoor de jongens met de trekker daarin kunnen vallen en er onveilige situaties ontstaan. Nou, een leuk weetje is wel dat een muskusrat bijvoorbeeld 12 kruiwagens grond per jaar kan verzetten. Dus daar kan een groot gat ontstaan in de wal. Nou, de beverrat is wat groter, die graaft grotere gangen. Die doet dat in een veelvoud daarvan. Zoals ik al zei, hebben we een team van 18 medewerkers en die lopen langs de watergangen om te kijken of daar ook muskusratten zitten. Nou, dat doen ze door middel van speuren, waarbij ze kijken naar of er gras afgevreten is, of er glijbandjes zijn, of er gras op het water drijft, of er zandbankjes in het water zitten. En als ze dat zien, dan wordt daar een klem voor gezet of ze werken met kooien waar een muskusrat in zit. Muskusratten hebben we vorig jaar 4300 van gevangen en beverratten 325, dus die aantallen zijn wat verschillend. Uitermate belangrijk werk dat we dit doen, zowel voor de veiligheid van onze inwoners in het gebied, maar ook van onze medewerkers. We doen het elke dag met heel veel passie. Het is een bijzonder vak, het vergt heel veel veldkennis, dat je ziet wat er in het veld allemaal gebeurt. Maar goed, we hebben daar goede mensen voor in dienst en nogmaals, die doen het met heel veel passie en met heel veel inzet.